Dit is onmiskenbaar het pak van Flipje. Het symbool van Tiel en de fruitteelt hier in de Betuwe. Maar als er niet snel iets gebeurt, dan is Flipje binnenkort niet meer. Toch, Alexandra, wat is er aan de hand? De jongen die Flipje nu al 5 jaar speelt, die wordt 17. Die moet volgend jaar eindexamen doen. Die heeft het veel te druk. Dus we zijn op zoek naar een nieuw Flipje. Ja, nou, ik zou zeggen, dat heb je binnen no time voor elkaar. Ja, maar de aanmeldingen blijven nog een beetje achter. Want we hebben er namelijk niet eentje nodig. Nee. Maar we hebben er gewoon zeker 3 nodig. Zodat ze elkaar een beetje kunnen vervangen. Okay. Want anders zit je met de ene proefwerk of de ander met vakantie. Ja, ze moeten nog alles opdraven als Flipje. Ja, even, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar misschien zijn er mensen die niet weten wie Flipje is. Dus vertel het even kort. Flipje is ontstaan, eigenlijk geboren uit een framboos in 1935, om reclame te maken voor jam. Ja, oké. Okay. En er is zelfs een Flipje Museum, hè, waar jij directeur van bent. Ja, er is een heus Flipje Museum. Ja, enige in heel de wereld van Flipje. Zijn broertje, Michelin, die heeft natuurlijk ook een eigen museum, want ze lijken een beetje op elkaar. Ja. Hè? Michelin is de oudste van Europa en Flipje is de oudste van Nederland, die nog steeds gebruikt wordt. Ja. Maar er zitten nu ongetwijfeld mensen thuis die denken van, oh ja, maar ik weet er wel eentje die Flipje kan zijn. Waar moet Flipje aan voldoen? Fris en fruitig. Dat is het allerbelangrijkste. U moet echt leuk vinden. Maar dan kan ik ook Flipje worden. Tussen de 11 en de 15, daar haal je denk ik niet meer. Nee, maar dat is goed om dat er ook even bij te vertellen. Ja, en er zijn vaak mensen die zeggen, ja, is het nou een jongetje of is het nou een meisje? Nou, eigenlijk is hij een beetje onzijdig. Ja. De jongens moeten ik niet... Ik weet niet of dit mensen aantrekt hoor, Flipje te worden als je dit zegt. Nee, maar het is hartstikke leuk. Ik bedoel, Rick, toen hij net 2 dagen Flipje was, heeft hij koningin Maxima mogen ontmoeten en een potje jam mogen overhandigen. Dus maar je zei tussen de 11 en de 15. 11 en de 15. Fris en fruitig. Fris en fruitig. Je moet het leuk vinden om voor mensen op te treden. Je moet met allerlei soorten mensen kunnen omgaan. Dus inderdaad, van de burgemeester tot de commissaris van de koning. Niet bang zijn dus? Nee, niet bang misschien zijn. In het openbaar ook nog wat durven vertellen? Ja, graag. Ja, ze moeten echt wel in het openbaar iets kunnen vertellen. Jullie zijn de wanhoop inmiddels een klein beetje nabij, want zelfs de burgemeester van Tiel bemoeit zich ermee, hè? Ja, we gaan samen een scholentour houden. Dus we gaan langs een aantal scholen om Flipjes te werven. Want ja, niet iedereen heeft het misschien opgepikt. Want ja, Tiel zonder Flipje, dat gaat gewoon niet. Ik wens je heel veel succes. En Flipjes van Gelderland, meld je aan.